medische zorg. Over 2 dagen zit zijn taak er weer op en draagt hij het stokje over aan Tamara van Ark. Hartelijk welkom, minister Van Rijn. Ja, kunt u eigenlijk de situatie schetsen wat u aantrof op die eerste werkdag? Nou, een ongelooflijk hardwerkend departement. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, mensen die dag en nacht werken. Die ook elke minuut bezig zijn om na te denken van wat moet de volgende stap zijn. Mensen die met heel veel contacten met de zorgsector om te kijken van hoe kunnen we de zorgsector helpen om deze crisis te doorstaan. Maar was er stress of deed iedereen gewoon heel rustig zijn en haar ding? Er was wel stress in de zin van jongens, hoe komen we dit erboven? Maar wel een enorm gemeenschappelijk gevoel van jongens, dit moeten we met elkaar doen. Want dit is misschien wel de grootste uitdaging die we in onze carrière meemaken. Kom je dan binnen en denk je meteen, ik weet wat ik moet doen? Of heb je nog zoiets van, waar begin ik? Nee, mijn voordeel is, van ik heb natuurlijk lang bij het departement gezeten. En het leek wel of ik in een soort opstijgend vliegtuig stapte. Maar tegelijkertijd was het ook een soort van warm bad. Omdat ik kwam op mijn kamer, die zag nog hetzelfde uit. Dus ik had ook een soort Groundhog Day ervaring van, hey, ik lijkt of ik in de 2,5 jaar in de tijd terug ben. U liep weer naar dezelfde koffiezetapparaat. Ik kom eigenlijk meteen weer. Ja, ik ken de dossiers, ik ken de mensen. En dat ging heel snel eigenlijk. Ja. Bent u nu moe? Want de 3 maanden zit erop. Mij moet je dat niet vragen, maar dan word je moeier als je het dan het antwoord geeft. Maar je zit ook vol adrenaline, denk ik. Nog steeds? Ja, dat raak je. Mijn ervaring is dat je dat nog wel even met je meesleept. Ja. Ja. Zijn er nou momenten waarop u terugkijkt en dat u denkt, dat was toch een moment dat het ook verkeerd kon gaan in Nederland? Ik denk dat dat in de begintijd was van toen er zoveel mensen op de intensive care terechtkwamen en we naar de grafiekjes zaten te kijken van wat dit zou kunnen betekenen. Die grafiekjes gingen heel steil omhoog. Dat je dacht van ja, maar als dit nog een paar dagen zo blijft, dan hebben we echt een heel groot probleem. Dan kunnen we mensen gewoon niet meer helpen. En dat wilden we koet voorkomen. En er zijn eigenlijk 2 dingen gebeurd. Of 3 dingen zou je moeten zeggen. In de eerste plaats heeft de zorgsector zelf, mensen van de intensive care en de verpleegkundigen en de verzorgenden en de IC-artsen, de IC-capaciteit toch weten te verdubbelen. Dat is echt ongelooflijk. Mm-hmm. Echt ongelooflijk. 2, we konden afspraken maken met Duitsland, waarin we ook patiënten naar Duitsland konden vervoeren. En zo, ik weet de dag nog wel, het geloof ik dat het 8 april was, zag je gelukkig de eerste beweging dat die curve weer naar beneden ging, waarin ik fysiek nog voel van hoe blij ik was toen dat de eerste zwaluw er was misschien. Ja. Is er nooit een moment dat je toch had gevoeld dat je hem een beetje knijpt? Je bent heel cool, calm en collected. Dat is goed voor de minister. Maar ik kan me ook voorstellen dat gedurende die turbulente tijd, dat er toch momenten zijn dat je hem een beetje knijpt. Of is dat nooit gebeurd? Nou, je voelt die spanning wel, maar je bent ook gewoon alleen maar bezig om dingen te regelen, op te lossen. Weer te kijken hoe het weer anders kan. Dus je gunt jezelf weinig tijd om daarover na te denken. En bovendien, jongens, we moesten een klus klaren. Dit moest gewoon wel even gebeuren. Ik las ergens dat u midden in de nacht ook nog wel eens een science fiction film ging kijken om een beetje bij te komen. Ja, dat is wel eens voorgekomen, ja. Ja, welke science fiction film heeft u er een beetje doorheen gesleept? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond iRobot altijd wel leuk. Oh ja? Ja. En zo'n oude science fiction film die van Dune was. Wat van een hele oude. Ja, Dune. Dune, ja. Dune. Een hele merkwaardige film met woestijn en rare vormen die daar doorheen kropen. Heel maar dat u daar nog zin en tijd voor. Ik bedoel, nou ja, je moet daar heb je toch geen zin in? Je thuis komt en je hebt nog even je koffer leeggewerkt en het is 1 uur of 2, dan moet je toch nog even een beetje ontspannen. Misschien. Dan denkt u niet, ik ga slapen? Nee. Heeft Want u slaapt heel weinig volgens mij. Ja. Ik geloof dat ik goed tegen weinig slapen kan. Dit is al sinds mijn studententijd, dus dat helpt wel een beetje. Ja. Nou was het een enerverende tijd voor u, maar dat gold natuurlijk ook voor de mensen in de zorg zelf, het zorgpersoneel. Deze mensen hebben keihard gewerkt in een coronasetting. Ja. Die hebben beelden opgedaan wat je kan vergelijken met een oorlogssetting. Deze mensen hebben allemaal klachten van burn-out, PTSS in ontwikkeling en een heel groot risico op langdurige uitval. Ik zie ook om me heen collega's die inderdaad stoppen. Ik hoorde ook tijdens de crisis al mensen die zeiden, als dit zo doorgaat, ga ik stoppen. En ik ben zelf ook minder gaan werken, omdat ik dacht, als ik nog een keer met fulltime zo'n crisis door moet maken, dan gaat het met mij niet goed. Heel mooi gebaar natuurlijk, als je een bonus krijgt. Maar het voelt wel een beetje als een pleister op een gebroken been. Een pleister op een gebroken been. Dat is eigenlijk wel mooi omschreven hoe de mensen in de zorg zich voelen. Snapt u dat ongenoegen? Ja, want die mensen hebben natuurlijk echt onvoorstelbaar gewerkt. En zo'n bonus die we dan gedaan hebben, dat is ook echt recht uit het hart. En ik snap ook wat ze zeggen van ja, maar we willen ook praten over
onze arbeidsvoorwaarden en onze arbeidsomstandigheden in de toekomst. Dat en kan daarover gepraat worden? Ik denk dat het echt op alle lijstjes staat. Natuurlijk altijd een zoektocht. Het geldt overigens ook voor de zorg, het geldt voor de politie, het geldt voor het onderwijs. Ik denk dat we van deze crisis ook geleerd hebben van hoezeer we ook gewoon de publieke sector ook kunnen waarderen en moeten waarderen. Ja, maar als blijkt dat 85% geloof ik van het zorgpersoneel aangeeft zich overbelast te voelen, dat meer dan een kwart van de medewerkers in de zorg minder wil werken of wil stoppen, dan is er wel sprake van dat het niet helemaal goed gaat. Om het even mis te zeggen. Het is natuurlijk gewoon heel zwaar werk. En we zijn natuurlijk ook al een hele tijd bezig om na te denken van hoe kunnen we dat werk wat verlichten? Hoe kunnen we zorgen dat we met digitale vormen zorgen dat de taken misschien wat verdeeld kunnen worden. Maar voelt u zichzelf ook aangesproken? U heeft een leven lang achter de rug als bestuurder in de zorg. Voelt u zichzelf aangesproken? Jazeker, nee, maar dat is dat omdat een van de dingen die je ook geleerd hebt van de crisis is van hoe goed je als je de zorg wil organiseren, zeker onder zo'n crisissituatie, dat het heel goed en verstandig is om naar de verpleegkundigen en verzorgenden te luisteren. Omdat die ook aan het front staan en voor het eerst in contacten met de familie zijn. We weten wat er met de patiënt mankeert. Is gewoon heel zwaar werk. En dat moet ook gewoon gewaardeerd worden. Maar er is toch ook serieus een probleem? Want stel er komt een tweede golf en stel al die mensen haken inderdaad af. Dan heb je toch gewoon uiteindelijk niet eens genoeg mensen aan bedden? Nou, dat is ook de reden waarom we samen met de sector een plan hebben gemaakt. Hoe kun je de IC-capaciteit opschalen? Want kijk, wat je niet wil meemaken is dat in zo'n korte tijd de IC-capaciteit moest worden verdubbeld met uit alle hoeken en gaten allemaal mensen herhalen. Dat wil je niet meer. Tegelijkertijd wil je ook niet dat reguliere zorg helemaal verdrongen wordt door de IC-zorg. Dus je moet een nieuwe balans vinden van hoe gaan we dit nou doen? En wat er nu ligt is een plan waarin we geleidelijk opschalen van de IC-capaciteit. Een plan wat gemaakt is met de IC-artsen en de IC-verpleegkundigen. Waarin nog heel veel water door de zee moet om te kijken hoe we dat moeten doen. Maar wat denk ik wel een antwoord kan geven op de vraag, niet meer zo hals over kop opschalen. En ook niet meer de zorg verdringen zoals die nu. Maar dan heeft u het over IC. Ik hoor ook vaak verhalen uit het veld dat mensen zeggen, ja, alle aandacht gaat naar het IC. Maar het ziekenhuis is veel meer dan dat. Sterker nog, het is niet alleen het ziekenhuis. Zorg is een hele keten waarin ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging, verpleeghuizen allemaal een beetje in elkaar verlengd. Ja, of de verpleeghuizen hebben we het dan niet eens gehad. Zo'n virus trekt ook door de hele zorg heen. Waarin je moet kijken, ja, het is niet alleen het ziekenhuis, maar ook andere delen van de zorg. En we hebben het natuurlijk in de zorg ongelooflijk voor de kiezer gehad. Is het ook jammer dat u nu weggaat? Denkt u niet, ja, maar ik wil door. Want ik heb allerlei goede ideeën. Nou, die ideeën kun je altijd kwijt. En we hadden ook gewoon afgesproken dat voor 3 maanden te doen. En dat is ook goed. Nou is het ook. Ja, ik wil nog even terug naar dat ongenoegen van zorgpersoneel. Het feit dat verpleegkundigen. Er is de roep dat verpleegkundigen dat die beter betaald moeten worden. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat ook? Ik vind dat we zeker, wat ik net al probeerde aan te geven, ook naar de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten kijken. Dat moet je overigens wel breder doen. Hè? Want je moet kijken van misschien, ik zei net al niet voor niks, de publieke sector verdient ook weer herwaardering. En ik denk dat we in dit soort crisissen voor het eerst ook beseffen, nou niet voor het eerst, maar in ieder geval nog weer eens een keer beseffen, van hoe belangrijk dat is, zeker wanneer het niet vanzelfsprekend is. Ja, maar de publieke sector, dat is dan weer heel breed. Ja, maar als we het gewoon toespitsen op die verpleegkundigen, dan. Ik ga er naartoe omdat u natuurlijk als PvdA'er in een kabinet moest zitting nemen waar de Partij van de Arbeid niet aan deelnam. En Lodewijk Asscher zich heel erg heeft ingezet voor een hogere beloning voor verpleegkundigen. Ja, goede inzet. Ga zo door. Overigens, in de discussie die daarover ging in de Kamer, heb ik eigenlijk een beetje door de oogharen gekeken, geen enkele politieke partij gehoord die hier niet mee wilde. Wel in de zin van, een heleboel die niet en hebben in ieder geval bij de stemming niet meededen. Ja, maar ook wel de vraag van, moeten we niet eerst zorgen dat werkgevers en werknemers dat gewoon in cao-onderhandelingen met elkaar bespreken? Maar even naar u persoonlijk. Heeft u nooit het gevoel gehad dat het een beetje schuurde voor uzelf als PvdA-man? Het mooie van de beweging was denk ik dat de coalitiepartijen zeiden van ja, we hebben iemand nodig en dan kijken we niet naar politieke kleur. En het mooie was ook dat zij zeiden van je kom overal bij zitten, geen geheimen. En dat vereist van mij dat ik natuurlijk ook gewoon op deze manier meedoe. En dat is en dan weet je. En dat u dus niet moeilijk gaat doen. Het virus houdt zich niet helemaal aan partijpolitieke grenzen, dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Was dat een afspraak om niet politiek te bemoeien met het kabinet? Op zo'n manier. Nou, in ieder geval dat we niet bij dit politieke heikele vraagstukken daar geen politieke nummer van zouden maken. Want we zijn gekomen om die crisis te bestrijden. En dat was de belangrijkste taak. En was ook de belangrijkste taak. We gaan nog even terug in de tijd. Want u kwam dus in een situatie waar een heel groot tekort was aan van alles. Mondkapjes, beschermende kleding. Dat moest ergens vandaan komen. Ook dat tekort aan IC-bedden, wat u al noemt.
volgens mij kwam je eens in een soort cowboywereld terecht. Ja. Want die moesten overal vandaan komen. Hoe ging dat? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat, het is overdreven misschien, maar bijna van de een op de andere dag viel alles weg. Hè? Dus de productie in India en China, die viel in elkaar door de coronagevolgen daar. De logistiek werkte niet meer, er werd niet meer gevlogen. En bovendien was de inkoop ook moeilijk. Dus je kreeg die spullen ook moeilijk naar Nederland. En iedereen wilde hetzelfde. Dus iedereen wilde hetzelfde. Dus ja, daar was echt een bonanza-markt. Ik hoorde wel verhalen van de vrachtwagens die onderweg waren. En dat mensen met zwarte pakken en koffertjes met geld zo'n hele voorraad dan weer opkochten. Een soort criminele circuit werd het. Volgens mij hebben we er best wel criminele geld aan verdiend, aan die handel in die tijd. Ja? Dat zou mij niks verbazen. Het was lucratief zelfs. Dus wat we echt letterlijk hebben gedaan, is dan gewoon samen met de KLM en de Chinese overheid afspraken gemaakt over regeringsvliegtuigen die onder in ieder geval onder vlag van de regering naar China konden vliegen en heen en weer konden brengen. Inmiddels met boten erbij en met treinen erbij. Dus je zit ook hele rare dingen te regelen. Dus grote dingen om na te denken over beleid en kleine dingen die heel groot zijn, namelijk hoe krijgen we die dingen naar Nederland. Ja. Maar er werd u toch zelfs geld geboden als u mondkapjes zou inleveren? Nou, dat mannen met koffers stonden die dan zeiden, ja, die lading is voor jullie. Maar ons geen geld geboden, hoor. Die gingen gewoon daar naartoe en probeerden een lading op te kopen. Dus, ja. Maar je komt volgens mij toch ook in een wereld terecht waarin landen ook niet zo heel erg aardig zijn voor elkaar, of ook niet heel erg solidair. Ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje in zo'n crisis, denk je van, oh, hebben we zelf maar genoeg? Het is nu wel zo, dat merk je, dat begon tijdens de crisis al. En die crisis is overigens niet weg. Maar waarin we veel meer in Europa ook met elkaar praten, jongens, dit moeten we echt op een andere manier gaan doen. We moeten ook Europese voorraden maken. We moeten misschien ook zorgen dat we in Europa veel meer productie kunnen hebben. Wij jagen de productie in Nederland ook aan. We gaan ook proberen minder afhankelijk te zijn van de inkoop uit Azië. Het zijn allemaal maatregelen die een beetje naar aanleiding van de crisis worden genomen. Maar u zegt dat, Nederland zegt dat misschien, maar andere landen ook? Ja, zeker. We hebben ook, je ziet ook dat de samenwerking op dit punt met andere landen echt aan het groeien is. Kijk, gezondheidszorg. Ja, burger van dit land, sorry. Ik denk dan, moeten we niet gewoon voor onszelf zorgen? Ja, ook. Maar misschien zorg je wel het beste voor jezelf door ook samen te werken. Als je zegt van we willen meer Europese productie van bijvoorbeeld van beschermingsmiddelen. Dat kun je als land bijna niet alleen. Dan ben je ook, Nederland is daar misschien wat te klein voor. Maar als je samenwerkt met Duitsland en België en Luxemburg en nog andere landen. Ja, dan kun je misschien een deuk in een pakje boter slaan. En dat zie je nu wel gaan gebeuren. Nou, dat is dan ook goed voor jezelf. Nu bent u al heel lang werkzaam als bestuurder in de zorg. Eigenlijk heeft u natuurlijk een schat en ervaring. Maar is er nog iets wat u aan inzicht heeft opgedaan die afgelopen 3 maanden? Waarvan u zegt, ja, dat wist ik echt nog niet. Overal waar je kwam, dat is ook, dat blijkt misschien wel ook uit de beelden. Als je in een ziekenhuis kwam en je vroeg van, wat is jullie nou het meest opgevallen? Wat is jullie het meest bijgebleven? Is het de samenwerking. Omdat er dingen mogelijk waren die waar je anders 2, 3, 4 jaar over deed, was in een dag geregeld. Enorm saamhorigheidsgevoel. Was overigens ook op het departement. Allemaal mensen die, en ook tussen departementen, die ongelooflijk met elkaar samenwerken, waarin allemaal procedures enorm versneld waren. Dat en nou wil iedereen graag dat dat zo blijft? Of ziet u het alweer teruggaan? Een beetje zo lekker vertragend, dat iedereen weer voor zijn eigen hachje gaat? Ik denk dat dit een gevoel is wat here to stay is. Dat zal nog wel een hele wedstrijd worden om te zeggen, van, nou, houden we dat erin, maar het gebeurt wel. 2, digitale zorg. Heel veel zaken die uit het ziekenhuis kwamen, polybezoeken, zijn vaak met beeldbellen afgehandeld. Waarvan heel veel artsen en patiënten nu ook zeiden van, dat is echt heel prettig. Voor sommige dingen hoef je niet naar het ziekenhuis. Je kan wel zo met de dokter spreken. Dat is echt heeft een hele grote vlucht genomen. Daar zijn we eigenlijk ook al jaren over bezig. En dat die nu enorm versnellen. Ja. En wat je ook ziet is de verdeling tussen de eigen verantwoordelijkheid van alle zorgaanbieders. Bijvoorbeeld voor de beschermingsmiddelen in te kopen. En wat doe je in crisissituaties? Kun je dan ook opschalen en kun je wat meer centrale regie krijgen? Die rol dus van de overheid versus de sector. Mm-hmm. Ja, daar komt ook een nieuwe balans in, denk ik. Nou, u heeft dus toch weer nieuwe ideeën opgedaan. En wat gaat u daar nu mee doen? Wat gaat de toekomst brengen voor meneer Van Rijn? Ik ga er eens rustig over nadenken. U weet het echt niet? Nee, er zijn wel een paar dingen waar ik aan denk. Maar dat... Zoals? Nee, daar ga ik eerst rustig over nadenken. Ja? Met uw vrouw over praten? Nou, dat in de eerste plaats, ja. Heel goed, dank u wel, Martin van Rijn. We gaan zo praten met Umberto Tan. Op verzoek van de KNVB gaat hij met een commissie racisme in het voetbal bestrijden.